Vroeger nog beter. Vroeger kostte de vrouwen minder en dan kostte ze meer. Dat mag ik nog zeggen, zeker. Maar 20 jaar geleden kostte de vrouwen goedkoop, nou ook al duur. Dat mag ik nog eens zeggen. De meeste mensen met problemen. De meeste zijn gescheiden, dat mag ik nog zeggen. Of weder man. Altijd probleemmensen. Mensen met problemen die niet. En die graag drinken. Dat zijn ook problemen. Rudy spendeert zijn vrije tijd niet helemaal in het statiekwartier. Zijn wens is terug een auto bezitten. Daarom sleutelt hij aan een oude Renault. Dat is hier mevrouw Taartskerke. Toen ik al bierbaren kon getten, dat kostte. Maar dat kostte die veel in nog aan mij. Ik heb dat ook een goede koe kunnen kopen voor 5000 frank. Kun je niet versukkelen. Een dopper die kan dat nog betalen. Dus voor de rest raakt dat niet. Dus daarom was dat ook zo'n goede koe en probeerde ik dat in gang te krijgen. Je werkt niet, waarvoor wilt je de auto dan gebruiken? Voor een dop te rijden. Het is draagstraat te vijer. Maar die Sjaar wil ik er wel eens een keer veruiveren over. Dus al kleksen naar het autokamer te zeggen. Hé hey man, ik heb er ook een. Hè. Ja. Ja, grijs nummertje 3. Vandaag is het zover voor Johnny. Hij kan zijn cheque van 7.492 frank in ontvangst nemen. Het is een hele opluchting na een financiële strop van een week. Alles in orde? Jots. Ik heb uw cheques hier. We moeten even aftekenen voor ontvangst. Yes! We hebben hem. Hoeveel heb je afgehaald? 7.416 frank. Dat is alles in één keer? Ja. En wat ga je nu doen met dat geld? Nu eerst naar de winkel. En dan naar de Breda. Colaatje drinken. Met bier, hè. Pot en pint spelen een centrale rol voor de mannen van het statiekwartier. Alleen Berre valt uit de toon. Niemand kan hem nog verleiden met een pint. Zijn geheel onthouding maakt van hem een buitenbeentje. Ja, dan willen ze een beetje naar je gaan. Een beetje neerzaam. En ik heb zo precies gelacht dat ze precies een beetje bestoorden. Moet die mannen zeggen, ja, maar we moeten dat zo niet bezien. Of wat doen we? Je staat toch in de hoop. Er zijn nog alle mensen die niet meer zingen dan meer. En wat doen die dan? Trouwens, we hebben toch wel gehoord dat je op raas gehoord bent met de feestdagen. Dus dan is het toch zo. Ik zou je nog wel laten overtalen. Maar ja, zeg. Je denkt maar, ze rot het maar. Zeg, maar bied is binnen een paar dagen weg. Nu, dat was een reis van 8 dagen. Ik heb dat gedaan met z'n neer. Nu moet ik wel eerlijk zijn, je bij mijn schoonste rijden, die is eigenlijk wel gedaan. Ja. Ik heb er zoveel blijven gezegd dat ik er een praat niet kon, niet meer terug. Maar met klap, dat was toch niet geloven. Zou je liefst halve vol pensioen hebben? Dus dat is een totaal. Dat prijsverschil tussen half en vol, dat is miniem, hè? In deze geval is dat heel weinig, ja. Dat is niet goed. Nu de 13e maart gaan en dan gaan we naar binnen dorp. En dan moet ik wel zeggen, nu zijn dat toch wel een beetje aan het denken. Of wat doen we? Maar dat is bij mij pakt. Maar dan ga ik in de actie zitten. Maar het omhoog wordt vies. Als er bijna de 10 dagen bij zijn, denk ik mijn eigen. Dan moet dus nog belangrijk worden. Ook het reizen maakt van Berre een eenzaad in de Statiestraat. In deze buurt kunnen de meesten zich dat niet veroorloven. Ik zeg tegen de gasten, zeg maar, dat is niet, je moet maar niet benaderen. En met die mannen die zeggen, hop, iets. Als soms moet je staan zijn, dan is het wel op je spreken. Ik zeg maar, wat doen dat doet. Ik zeg dat je na 10 pieten meer minder drinkt. Ze kunnen wel een aantal woorden. Ik heb mijn kwikken gedaan, ik heb mijn schoenpresje vergeten, 10 zakjes.
Is dat veel nog mee? Ik heb hem wel gekocht voor 5000 frank. Dat is 5000 frank voor mijn pocket. Ik vroeg er niemand, heb ik dan 10 frank van gekocht. Dat is alleen nog ouder, maar daar houdt de meeste nog. Zeg, moet je naar ook eens wel open zeggen. Goed verschil al, hè? Zien we niet meer van in het begin, hoe smergat die was. Liefst? Even aan? Nee, maar goed, moet je eruit doen. Ik denk dat je naar Dat was een auto die gestort was. Hé? Daar is een auto. Maar jij hebt een auto draaien. Is een vol misschien? Weet je gewoon zitten? Is een vol of wat jij? Dat is toch nat van het kussen? Ja, wacht even, wacht. Weet je dat je benen het open doet? Jammer. Kom je daar sluiten als je dat hier bespreekt? Dat is... Hij mocht me niet, 15 jaar oud. Ik kost voor 6000 frank. Zie je? Ik heb niet zo'n koop gedaan. Hoor ik het, ik heb een televisie voor. Jammer, dat is een lotto, dat is geen TV, hè? Oh, wist je, dan en oud. Ja. Kost 13000 frank, ik heb niet ook een beter. Wat voor een oude rummer dan aangekocht, joh? Oh, nou, nou, nog een bij hoor. Ik wil er niet veel op zeggen, hè, maar je zit er beter uit dan gas, hè? Ja. Dus moet ik in een televisie kopen? Ook bij mij. Ben jij de rijkste mensen van Nederland staan? Gisteren heb ik er mee aan de dop gestaan. Al kaksenerend, en dan klakson is nou kapot. Te hard gedaan, denk ik. Ik weet het niet. Maar is er nog kapot hier? Dat zijn weer allemaal een binnen geraffineerde zotten. Ook ja, vanuit de zotten. Ja, van de binnen waren. Ja, vanuit de zotten. Hé, hey, Willy. Pikabella. Voilà. Wat gaat het met jou? Alles goed? Ja, wel, verdomme toch. Zeg, ik kom maar even buiten, hè. Vanaf. Dit jaar tegen Pasen, tegen alleen nog maar flutjes melk. Ik kom hier van 1952. Zijn is mijn bombardement. Ik leef van de ene naar de andere. Dat is een croissant in Parijs, hè. Is dat niet erg? Ik heb nog geluk. Ik heb ongeveer 37.000 frank per maand. Veel geld, hè. Vind je? Ik spendeer meer hier dan dat ik een inkomen heb. Dat klopt toch niet? Geld is schaars bij de doorsneeklant van het statiekwartier. Toch rollen de centjes vlot, in het begin van de maand. Na de uitbetaling van het OCMW, het storten van het stempelgeld, floreert het caféleven. Het bier vloeit rijkelijk, het geld ook. Voilà. Dat is hier van 3 februari, 10.000 ballen. Dat was gisteren. Ah ja. Dan ben ik terug naar de bank gaan. Maar dat is toch abnormaal. Dan begin je te denken, hè, dat de mensen debiel beginnen te worden. Ik ook, in dat geval. Dat is toch niet normaal. We zijn er door. Dan ben ik terug naar de bank gaan. Oh, voilà. Ik kan niet te veel afval. 5000 frank misschien. Ik ben zeer tevreden over de situatie waar de mensen mij hier in de bank achteren. Maar ja, de centjes. Ik mag niet te veel erover doen, hè. Niet te veel in bepaalde cafés komen, want dan zijn die rap weg, hè. Begrijp je? Ik heb er een 10 afgehaald. Hallo, wat een nacht, Michelke! Hebben we een schip? Hé, moet ik een beer? Moet ik een beer? Wat is het? Hebben we een dop getrokken, ja? Nee, ga dan in mijn maan beginnen, wat zeg? Jolke, mag ik 80 van u, alsjeblieft? Wacht eens even, Sam. Ik heb geen slaap. Ik ga me nog. Thank you.
zijn. Ik heb dat leven niet gewild. Ik ben andermaal naartoe getrokken. Waarom? Dat de mensen die alleen maar zijn. Sorry, ik hoop dat je er niet van verstaan hebt aan mij. Maar dat ging ik al mee, dat ik niet verkoop. Dat is de realiteit. Mensen, dat is de realiteit. Ik durf dat eerlijk zeggen. Dat is de realiteit. Maar ik zweer het u. Als je binnenkomt, bij mij, dat het begin van de nonnengang. Weet ik nu, en ik blijf ik altijd staan bij mij, dat het begin van de nonnengang. Ik ben de Guido en ik heb al 25 jaar. Ik heb ze allemaal gekend en allemaal zijn dood gaan. Ja. Maar nu is het tenminste een beetje warm binnen. Ze zijn police. Ik zou niet weten waarom ik moet liggen. Godverdomme. Als de mensen, hè, van Edegem en van Kontig. Of dat je nou een trouwen is, dat vind ik mijn klak al. Van Eerdingen en van Kontig. Ja, wat ik zou willen, dat is dan maar godverdomme zingen in de derde meert. Zoals wij dat ik nog leef. Ik heb niks voor mijn kerst gehad. Niks voor mijn neefjaar. Klasjaar tot en net. Maar ik leef nog, hè. Alsjeblieft. Ik heb hier slag als vreed gehad. Ik zeg het op mijn moedertaal, hè. Hier slag als vreed gehad. Echt waar. Ik raak er wel. Ik zeker beter. Hier is een ballen. Ik denk dat ik goed gaan eten. En als ik dat goed gaan eten, dan ga ik uit. Hm? En dan kan ik een beetje hebben. Voilà. Dat zijn kameraden. De maand is goed begonnen. Het caféleven draait op volle toeren. Johnny kan terug naar zijn stamkroeg, Café Breda. Berre drinkt rustig zijn koffie. Hij hoopt gauw een definitief einde te stellen aan zijn verblijf boven deze kroeg. Het was eigenlijk niet de bedoeling om zo lang te blijven zitten, want ik dacht eigenlijk maar goed voor een jaar of vier te blijven. Dat is wel iets te bezien. Ik lacht even van Antwerpen iets te doen. Maar ja, die zijn natuurlijk al 8 jaar en nu worden het toch de resultaten. Nee, jongens. Voor mij genoeg geweest. Ja. Ik ben Zipje. Ik kom hier al mijn levensjaren eigenlijk. Ik ben zelf afkomstig van een boerendorp, van Sint-Job. En mijn omstandigheden zijn ik moeten uitwijken. Nou, persoonlijk heb ik het heel moeilijk. Zelfs heel moeilijk. Sorry.